Mpati. Aanname niet goed genoeg. Om zelf wat te kunnen forceren. Dan maar ingeleverd bij Morre. Dat is geen slechte bal. Daar is Fixel. Die kapt en trapt. Binnen. Jawel. De debutant. Eerste wedstrijd in de basis. 20 jaar. Matthias Fixel. Le Pissier. Nog niet te veel in het stuk voorgekomen. Maar dit is een prima pass. Raman met Brouwers. Nu weer aan de rechterkant te vinden. Van Neno, Brouwers, geen buitenspel. En daar is de gelijkmaker. Mooi gedaan. Van Davy Brouwers. Daarmee wordt hij gedeeld, topschutter van Roeselare met 3 goals. Kies, hupla, weer de lange bal. Oeh, van Diepenbeek. Niels is het die de bal zomaar inlevert bij Cornet. En die gaat scoren. Oh, Grégoire Niels. Wat een misser in defensie. En Cornet, met zijn tweede van het seizoen, brengt de Roeselare op slag van rust. Voor Sossé gaat Niels daar een beetje troosten. Maar dit was een defensieve blunder. Het was een iets te gedurfde pass van Schmisser en dan van Diepenbeek in de fout. En dat is geel en dat is rood. Van Diepenbeek, de captain, moet eraf. Dat is erger voor Union. Ik zei het al, Vermeijeren schuurt de tweede gele kaart niet. Kies slecht en breed. Van Eno. En Kies met de voorzet, geen kwaaien. Cornet tegen de lat. Nog niet afgelopen. Nu wel, denk ik. Dan man, toch de diepte zoeken bij Brouwers. Oeh, tegen de paal deze keer. En zo treft Roeselare voor de tweede keer het doelout in deze tweede helft. Daarnet Cornet tegen de lat. En nu Brouwers tegen de paal.